Top dat je kijkt. Vandaag ga ik iets anders doen dan normaal. Ik sta op het punt om de auto in te stappen naar David. De fiets te pakken naar Joost. De trein te pakken naar Douwe. Want vandaag ga ik hem een bezoekje brengen. In Nederland zijn er ieder jaar 100.000 jongeren die zich thuis niet veilig voelen. Alleen dit durven ze niet te vertellen aan hun vrienden omdat ze bang zijn dat die daar niet op zitten te wachten. Terwijl bijna iedereen wel zou willen helpen als een vriend ergens mee zit. Daarom ga ik vandaag naar Joost. Daarom ben ik vandaag op weg naar David. Daarom ga ik vandaag naar Douwe. Om te vertellen dat wat er ook aan de hand is, hij altijd bij me terecht kan. Oh ja, hij weet trouwens niet dat ik kom. Joost! Ja? Kijk eens wie we hier hebben! What the fuck? Hey man! Hoe is die? Kijk eens wie we daar hebben! Yo, wat doen wij nu weer dan? Ja, ik dacht ik kom even langs. Hoe is die? Man. Nou goed! Ja? Ja, prima. Nice! Hey Simon! Hey! Oh. Hoe is die man? Wat doe jij hier? Ja, ik dacht ik kom even langs. Maar... Zo lekker weer. Wat te doen, want waarom ben je hier? Nou, omdat we gewoon super goede vrienden zijn en super goede vrienden voor elkaar klaarstaan, dacht ik, ik kom even langs om te zeggen dat wat er ook is, twijfel er niet, je kan altijd bij me terecht. Dat meen ik echt. Misschien is het nooit echt uitgesproken, maar weet dat je altijd bij me terecht kan. No problem, dat zou ik ook doen, man. Kom hier. Dank je. Jij voor mij. Hey, tof. Dat is cool. Ja, vind ik leuk. Tof dat je zegt. Hou ik van jou. Ja, dankjewel. Doei doei. Yo. Hey, ik ga er vandoor, man. Yo, later. Doei, doei. Hey, later. Hey, later, man. Doei, doei. Zoals ik aan het begin van deze video vertelde, zijn er jaarlijks dus veel jongeren die zich thuis niet veilig voelen, maar hiermee niet naar hun vrienden durven te stappen, omdat ze bang zijn dat die hier niet op zitten te wachten. Terwijl bijna iedereen juist zou willen helpen als een vriend ergens mee zit. Ik moet er niet aan denken dat een van mijn vrienden niet naar mij zou durven stappen als er iets aan de hand is. En daarom wilde ik het extra duidelijk maken dat wat er ook is, ze altijd naar me toe kunnen komen. Maar ik wil jullie ook aanmoedigen om aan je vrienden te laten weten dat je voor ze klaar staat. Op roomie.nl kun je een leuk bewegend plaatje maken die je dan vervolgens op social media kan delen om te laten zien: hey, ik sta klaar voor jullie. Misschien herken je de roomie nog van vorig jaar, toen heb ik hier ook een video over gemaakt. Want eens een roomie is altijd een roomie. Doe een duimpje omhoog, stuur deze video door naar je vrienden, want hoe meer mensen een roomie worden, hoe meer mensen geholpen worden. Dat was het voor deze week. Ik zie jullie volgende week zondag weer. Doei doei!